Het is maandagavond, 26 augustus. Het is weer tijd voor een nieuwe NEC Live, de podcast. Tijd om weer lekker lang te gaan praten over NEC. En we vallen gelijk met de neus in de boter, want het is nou gelijk ook nog eens een keer vers van de pers nieuws. Ja. Zullen we het daar zo meteen over hebben of zullen we het er nu over hebben? Of eerst even gewoon richting PEC en dan gewoon logisch opbouwen. Een beetje opbouwen, toch Harold? Ja. In de studio weer Nick Rokers. Nick, goedenavond. En ik ben Harold Bastiaans. Yo. Want NEC speelde natuurlijk ook afgelopen weekend weer. Tegenstander was toen PEC Zwolle. Belangrijke wedstrijd. Want we stonden op 0 punten en daar moesten echt eens punten gepakt worden. En PEC Zwolle is dan misschien wel eens een tegenstander waarbij je dat, we dachten, allemaal makkelijk konden doen. Nou, ik voorspelde al dat het niet zo makkelijk zou worden en dat werd het ook niet. Het was een moeizame wedstrijd. Het werd 1-0. Maar gelukkig hebben we dan in ieder geval nog, nou, ik wou zeggen de beelden, maar het geluid. Hoe klonk dat allemaal afgelopen zaterdag? Nu moet die bal wel voorkomen. Oude Jan, punt 16. Komt die bal voor en dan wordt hij ingetikt en dan blijft hij op de lijn liggen. Vlag blijft naar beneden en dan leidt NEC met 1-0. Maar hier gaat naar gekeken worden. Want het leek alsof Robert González, was het volgens mij, op de doellijn stond. En die bal uiteindelijk de laatste tikje gaf. Voorzet was van Oude Jan. Ja, ik denk voor niet. Ik denk buitenspel hoor. Ja, dat denk ik eigenlijk ook. Wij zitten er natuurlijk als gezegd heel ver vanaf en de vlag blijft naar beneden. Dus dat is positief. Dat zou betekenen dat NEC hier vlak voor tijd de 3 punten pakt. Je moet met name nou, Nick, het was heel moeilijk zoeken naar hoogtepunten van afgelopen zaterdag. Ja, het was heel simpel. De goal was het enige hoogtepunt. Eigenlijk van de wedstrijd buiten de eerbetonen naar de supporters van PEC en NEC. Ja, het toch wel een beetje teleurstellend dat het zo slecht was eigenlijk. Oké. Of ben ik nog heel hard? Nee, vond ik niet. Ik vond het zeker geen goede wedstrijd. Ik had wel het idee dat het moeizaam zou zijn, maar dat ik zo'n NEC zag staan, dat had ik ook weer niet verwacht, Harold. Zouden we het niet over Fortuna hebben? Gaan we zo nee, maar, nee maar het was ik probeer altijd wel de laatste tijd wat positief te zijn, maar ik kan niks vinden. Ik zeg al tegen Nick straks in de voorbeschouwing even met z'n tweeën. Het mooiste moment was de 12e minuut. Het eerbetoon aan en ook aan een vriend van mij. Dus dat Roy Meijers. Dus dat vond ik mooi. En de 33e minuut vond ik mooi. Het doelpunt vond ik mooi. En het eindsignaal vond ik mooi. Nou, dan heb je ook alles gezegd. We hebben echt gewoon niks gedaan. Het is echt gewoon slecht. Ja. En ook slechte wedstrijden moet je winnen. Zo vertelde ik dat tegen Bram Nuiting. Soms hoeft een wedstrijd misschien niet mooi te zijn. Hoeft het niet goed te zijn. En zijn die 3 punten belangrijk? Ja, dat zeg je precies helemaal juist. Het was vandaag niet mooi, was niet goed. Dan wint is wel echt belangrijk hoor. Want je wilt thuis. Kijk, ik snap dat heel veel mensen verwachten dat je deze zomer wint, maar dat is niet zo. En er komt ook wat meer druk bij kijken natuurlijk, omdat je de eerste 2 wedstrijden verliest. Mensen verwachten gewoon heel veel van ons. Dus ja, wat jij zegt, dan is het soms wel echt lekker ook als je die slechte wedstrijden wint. Ik dacht, begin, jullie begonnen nogal wel fijn. Ik denk, hey, er zit gelijk tempo in. En toen viel het eigenlijk al na 5 minuten een beetje stil. Waar lag het aan? Nou, ik denk dat dat lag omdat zij er op een gegeven moment voetballend een paar keer uitkwamen. En dan wil je voorruimen, dan moet je achteruit. En dan worden die ruimtes wat groter. En ik denk dat dat een beetje het verschil was. Kijk, als je goed druk zet en je kan druk op de bal houden en ze komen er niet uit, dan heb je gelijk druk op de tegenstander en gelijk druk op hun helft. En dan kan je van daaruit kan je wat gevaarlijker worden. Alleen dat gebeurde vandaag. In de eerste helft vond ik dat niet goed. Tweede helft beter, maar in de eerste helft niet goed. En daardoor denk ik dat, dat we wat soms achteruit gingen, denk ik. Ja, wat ik daarmee bedoelde, er werd afgefloten. Jij zei, nou, dat was een van de mooiste. Maar de opkomst was natuurlijk weer echt fantastisch. Hè? Want de sfeer en al die kleuren, dat zag er goed uit. Toen begonnen ze en toen gelijk eigenlijk op die bal. Gelijk ook volgens mij een mooie actie van Eunal langs de zijkant. En toen dacht ik, nou, ik ga er eens even voor zitten. En na 5 minuten was het helemaal weg. Ik heb wat mensen gesproken natuurlijk na de wedstrijd. Maar ook de afgelopen weekend, zondag en ook vandaag. En Eunal bijvoorbeeld, die viel voor een aantal mensen best wel positief op. En dat vond ik ook. Ik vond hem op linksbuiten heel goed voetballen. Maar het is geen team wat daar staat. Er staat gewoon geen team. De mensen kunnen de bal op 5 meter niet bij elkaar in de voeten spelen. En dat is niet in de eerste 5 minuten, maar dat is een beetje de 90 minuten lang. Tot het moment dat Sontje Hansen inkwam, gebeurde er weer wat. Dat klopt. Ja. Ja. Ja.
Enfin, toen dus hadden we toen heel... al die rode kaart, volgens mij wel. Hè? Toen Sontje Sontje heeft die veroorzaakt. Hè? Of, ja, althans, nee, ja, ja toen kwam daarna die rode kaart inderdaad. Ja. Ik vind dat Bram zegt, ja, daar kun je niet omheen. Dat is duidelijk. Het is goed dat hij dat zegt. Maar het is wel natuurlijk heel zorgwekkend dat hij dat zegt. Dat ze tegen PEC Zwolle toch wel beoogd degradant. Als ik het zo mag zien, deze wedstrijd. Want ik vond zij nog slechter. Maar dat we daar gewoon geen kansen kunnen creëren. Maar toch hadden zij de grootste kansen. Ja, in de eerste helft. Bal op de lat. Ja, maar dat is toch ook gewoon een flut counter. Waar gewoon slecht verdedigd werd. Ja, ik zie gewoon een soort gebrek aan zelfvertrouwen bij NEC. Ja. Gewoon jongens die onzeker zijn. Het gaat niet meer zoals vorig seizoen. Niet alles zit weer mee. En ja, ik weet niet of jullie dat ook hebben gezien. Maar ja, het mist een beetje aan overtuiging, vind ik, bij NEC. Ik mis het middenveld met name een speler die het spel neer kan zetten. Een 10. Een 10, maar niet specifiek een 10. Maar ik zou als ik dan de bank bekijk, zou ik... Ja, ik weet het niet, maar Lasse Schöne erin zetten. Die kan de mensen nog een bal geven, links of rechts. En dat kan op 5 meter, maar dat kan hij ook op 10 meter. Proper, die komt ook niet uit de verf. Ik vond hem ook weer erg matig. Ja, na die rode kaart, dat is ook het moment dat PEC Zwolle gewoon stopte met voetballen. Want die hebben gewoon een slotfase gehad met lange ballen van 25 minuten lang. Die hebben gewoon op een gegeven moment, die speelden 5-4-0. Gewoon 4 middenvelders, 5 verdedigers. En alles wat in de buurt van de 16 kon, rosten ze gewoon weg. Ja. Dus ja, dat werd ook een beetje onmogelijk gemaakt voor NEC het laatste half uur. Maar dat maakt het nog zorgelijker. Als je dan de hele wedstrijd van PEC Zwolle bekijkt, dan is het toch echt zorgelijk dat wij dat we zo gespeeld hebben. We hebben niks gecreëerd, hè? Gewoon helemaal niets. Nee, tot aan de rode kaart eigenlijk helemaal niks. We hebben 2 schoten op doel gehad. In totaal, ja, heel matig. Tel dat toch even bij wat je met AZ hebt gezien. Nou ja, dat... Ook niks. Nee. En tegen Twente daarvoor ook niks gecreëerd. Heeft NEC überhaupt op 10 schoten op doel gehad? Volgens mij niet. Als je alle wedstrijden bij elkaar voert. Nee, ja. Ik denk dat je op 5 doelpogingen komt. Maar kijk je naar vorig jaar, dan speel je gewoon met een middenveld wat gewoon 25 keer gescoord heeft. Vorig jaar. Ja. Madsen, wie hadden we nog meer? Sherry. Sano ook. En Hoedemakers heeft er ook Proper. Een aantal gemaakt. Ja. Proper. En er gebeurt nu helemaal niks. Er gebeurt gewoon echt niks. Ik vind het wel zorgelijk. Zullen we eens even luisteren wat de trainer na afloop tegen mij zei? Ja, dit was er een met de hakken over de sloot. Dat viel er wel mee, denk ik, in de eindfase. Maar wel eentje die zwaar bevocht is, zo kun je het zeker zeggen. Ja, want het ging wel erg moeizaam weer. Nou, dat weer vind ik een beetje vervelend, moet ik eerlijk zeggen. Zeker als je kijkt waar we tegen gespeeld hebben. Ik denk dat we vandaag geen goede wedstrijd hebben afgeleverd. Maar ik denk dat we er alles aan gedaan hebben om te winnen. En dat heb je denk ik de tweede helft ook zelf afgedwongen. Want je dwingt zelf een rode kaart af met 2 individuele acties. En uiteindelijk ook de goal. En dat het beter moet zeker. Hè? En daar zullen we ook vertrouwen voor nodig hebben. Dat is duidelijk. En nou, dan gaan we aan de slag. Ja, het woordje weer vond hij niet zo leuk. Maar ja, ik heb weer zitten kijken naar NEC waar niks gecreëerd werd. Ja, en wat gewoon niet best was. Ik vond het tegen Twente de eerste wedstrijd. Dat vond ik op zich een goede wedstrijd van NEC. Maar tegen AZ en ook tegen PEC Zwolle afgelopen zaterdag valt het zo tegen. Dus ja, ik vind het wel dat je gelijk hebt met weer. En ja, ik snap ook wel dat Rogier het niet leuk vindt als je dat zegt. Maar goed, het is wel de waarheid. Het zag er net als tegen AZ niet helemaal goed uit. Nee. We spelen 3 wedstrijden. En 3 wedstrijden creëer je geen kans. Dat is toch weer? Ja. En dat is wel vervelend voor een trainer. En de trainer ziet die spelergroep natuurlijk de hele week. En die denkt daar anders over. Maar het was gewoon echt slecht. En dat mag hij ook vertellen. Want Bram Nuiting vertelt het wel, dat het gewoon slecht was. En dat was het ook. En als dit het is, dan hou ik mijn hart vast voor dit seizoen. Ja. En dat... Nou, dat zijn wel ploegen slecht hoor. Nou, PEC Zwolle. Ja, ik kan nog een paar opnemen. Nou ja, ja. Ja. Dat is misschien niet het geluk dat je dat dit seizoen hebt. Ik hoop dan maar ook zo dat deze overwinning toch een soort elan in de groep geeft. Dat ze nu van de 0 af zijn. Die eerste overwinning is binnen. Nou, ze hebben een doelpunt nu gemaakt. Laten we gewoon hopen dat het nieuwe energie geeft. Positieve vibe erin komt. Ja, dat je dan eigenlijk nu wat... Misschien wat minder druk gaat spelen. Want ja, je hebt dan die punten nu binnen. Laten we het gewoon hopen dat het vanaf nu beter gaat draaien. Want ja, anders wat jij zegt, Harold, dan krijgen we wel een heel ander seizoen dan dat we vorig jaar hebben gehad. Nou ja, dat. Ik denk dat het niet beter gaat. Ik vind ze namelijk, je kunt wel meer vertrouwen krijgen.
Maar als je achterin de bal continu breed blijft spelen en je speelt nooit eens een keer diep, want er wordt nooit een bal diep gespeeld. Ja, dan denk ik bij mezelf, weet je, je kunt spelen tot je het onzweegt. En er wordt de lange bal naar voren gegeven. Daar wordt niks mee gedaan. Koki is nog niet fit. Die doet het wel, die is wel fijn dat hij er weer is. Maar echt heel goed, zoals vorig jaar, is hij nog niet. En ja, verder gebeurt er niet zoveel voorin. Nee. En op het middenveld, ja, wat ik al zei, er is niemand die kan scoren op het middenveld op dit moment. Dus ik had nog een kritische opmerking richting trainer Rogier Meijer. En dat ging over de corners. Want die zijn totaal ongevaarlijk. Ik zou me als tegenpartij niet druk maken als er NEC een corner heeft. Laten we even luisteren wat hij daarop zei. Nog een puntje. De corners, als ik die zie, nul keer eigenlijk gevaar uit kunnen creëren. En je hebt toch wel wat kopkracht in je ploeg zitten. Ik dacht dat we eerst de helft één corner hadden waar wel gevaar uit kwam. Maar die schoot daarna volgens mij Kodai op Koki, volgens mij, die verkeerd viel. Maar zeker, we hebben goede trap. Twee keer Thomas, tweede helft, we hebben goede trap. Alleen ja, de loopacties werden niet goed gemaakt voor de keeper langs. Dus daar hebben we zeker nog iets te doen. Ja, ik zat op een gegeven moment erop te letten op de tribune. En bij corner elke keer had de keeper hem. En dan denk ik, niet één keer dat je daar dan in de buurt. Dus dan sta je gewoon dus verkeerd bij die corners. De tweede helft was dat volgens mij wel beter. Met name toen die oude Jans erin kwam. Nee, die ballen kwamen gewoon bij de keeper. Hij heeft het over looplijnen die dan niet goed zijn, Rogier Meijer. Het zal best kloppen, want hij weet natuurlijk het idee bij een corner. Maar al die ballen komen in de 5 meter. Dat is natuurlijk voor de keeper, kan het ook nadelig zijn. Want er staan veel mensen voor je neus. Pluk hem maar even uit de lucht. Maar ja, dat zijn trainingsballetjes die worden gegeven. Die plukt hij gewoon heel makkelijk uit de lucht. Ja. En ja, daar mag wel veel meer gevaar van. En dat zag ik ook bij AZ. Dat vond ik daar precies hetzelfde. Want we hebben kopkracht. Ja, je hebt Nuiting. Je hebt in ieder geval ook nog Marques. Koki, wie nu ook weer fit is, die kan ook een aardig balletje koppen. Goed, dat was ook een vraag wie ik trouwens binnen kreeg. Ik kijk even, want wie zou dan de vrije trappen en de corners moeten nemen bij NEC? Dat vraagt Stijn Veldhuis zich af. Nou, we hebben best wel wat jongens wie dat kunnen. Ik heb Verdonk gezien tegen PEC. Ja, ik weet niet of jullie nog kunnen herinneren. Het hele stadion zat er helemaal klaar voor, hè? Want het was een hele mooie plek. En dan schiet hij hem zo nonchalant in de muur. Ja, dat was wel echt even een anticlimax. Dus als hij het ook of niet meer kan, ja, dan weet ik het ook even niet meer. Ja, goed, zonder dat het dan niet is gelukt, maar ja. Maar die oude Jan, die doet het toch wel goed? Ja, maar goed, dit is nog geen basisspeler. Nee, maar dat moet oude Jan en niet in de basis? Dan vraagt T_NIC01 zich af. Mij betreft moet hij in de basis. Maar ik denk dat als hij fit is. Als hij fit is. Ja, maar hij is toch fit? Hij moet. Hij is niet wedstrijd fit. Nee, maar goed, die jongen heeft. Wedstrijd fit moet hij even worden. Ja, het is natuurlijk niet zo dat hij van een blessure terugkomt. Nee, oké, maar hij moet best wel fit worden. Gewoon weinig gedaan. Ja. Sinds mei natuurlijk heeft hij niet echt meer getraind. Hij trainde ook niet mee bij Schalke. Dus ja, dan moet je thuis maar een beetje op die rollenbank staan. Maar het is niet natuurlijk dat je dan wedstrijd fit blijft. Nee, maar goed, als hij erin komt, dan zie je wel dat er iets gebeurt. Ja. En dat vind ik wel, dat doet me dan wel. Maar goed, hoe lang heeft hij gespeeld zaterdag? 20 minuten. Ja, zoiets. Nou, kijk, de volgende wedstrijd tegen Fortuna wordt het een half uur. Dan wordt het een helft. Nou, over 3 weken ongeveer kan hij gewoon bijna een hele wedstrijd. Bijna toch? Over spelers die niet helemaal fit zijn. Ja, moet hem toch eventjes erbij halen. Zoontje Hansen, ik had nog een beetje gehoopt van, nou, beginnen mee. Heb ik vorige week ook in de podcast hier gezegd. Volgens mij waren we met elkaar eens. Begin nou met Zoontje Hansen. Ja. Want die heeft die kwaliteit. Dat zagen we ook wel in de tweede helft. Dus die vraag die stel ik ook aan Rogier. Waarom de keuze gemaakt om niet met Zoontje Hansen te beginnen? Want ik had het vooraf nog over op tv. Ik dacht van, nou ja, dat is wel iemand wat je ook zegt, wie dat kan brengen. Ja, dan houdt hij gewoon niet vol. Hij is niet klaar om 90 minuten te spelen. Ik denk dat hij nu, ik moet het even goed zeggen, ik denk 1/2 uur, 35 minuten heeft gespeeld. Ja, was kapot. En hij heeft gewoon de hele voorbereiding niet mee kunnen doen. Dus ja, dan kan hij niet vanaf begin starten. Dit is wel een goede stap voor hem. Afgelopen week helemaal meegetraind. Nu 35 minuten. Ja, en zo gaan we dat opbouwen. En dan is het een afweging. Start je met iemand? Ik denk dat de afweging goed is geweest. Want uiteindelijk kan hij wat brengen in de eindfase als we hem nodig hebben. Nou, dat was dus de reden dat hij niet startte, dat hij wat kan brengen in de eindfase. Maar wat heeft hij dan? Maar hij is gewoon niet fit. Maar wat heeft hij dan? Is hij geblesseerd geweest? Nou ja, hij is wel geblesseerd geweest in het voorseizoen. Welke blessure, ja, daar gaan ze natuurlijk nooit iets over zeggen. Volgens mij had het iets met zijn knie of zijn kuit te maken.
Maar als je tegen mij, hij is een half uur en hij is gewoon kapot. Ja, maar ook hoe die het zegt, Rogier, die zegt dan... Ja, dan houdt hij gewoon niet vol. Nee. Gewoon, hij draait er ook niet mee. Dan, ja. Nou, iemand die viel dat op, die zei... Ik zit naar dat interview van jou te luisteren. Even kijken. En die zei, het lijkt wel... Ja, trainer lijkt geïrriteerd bij de vraag over Zoontje Hansen... waarom die niet fit is. Dat hij dus niet fit is. Dat vraagt Job zich af. Ja, ik had ook wel een beetje het idee dat of dat trainer Rogier Meijer geïrriteerd is... dat we elke week ernaar vragen. Dat kan natuurlijk ook. Dus ik denk, ja, nou weet ik het wel. Maar ook dat hij denkt, ja, ik zie het ook, maar hij is gewoon niet fit. Ja, het lijkt me als trainer heel vervelend als zo'n speler... gewoon telkens niet fit is. Maar ik denk dat hij in zijn spel, wat hij in een half uur kan laten zien... en wat hij als hij fitter wordt misschien in de hele wedstrijd kan laten zien... heb ik wel het idee dat hij daarin is gegroeid. Dus als hij fit is, ja, dan hebben we gewoon een supergoeie rechtsbuiten. De invaller voor Bart van Rooij. Pereira, wat vonden we daarvan? Ja, ik vond hem heel goed. In die zin, ik vond hem een 6,5. Jij kijkt dan ook eventjes voor de mensen die het luisteren zo'n beetje ik keek smerig even naar Nick. Ja. En Pereira was namelijk volgens Nick heel erg slecht en waardeloos en niet ach, goed. Ach. Ik vond hem heel goed invallen. Ik vond hem goed voetballen. In het begin was het een beetje zoeken, maar na 10 minuten vond ik hem prima spelen. Maar wat ik al zei in het begin... Ik zeg, individueel zijn we eigenlijk allemaal gewoon beter als de tegenstander. Alleen je moet een geheel worden. Ja. En dat is er nog niet. Ik vond hem ook goed. Oké, gelukkig. Poeh, ik was al even bang. Nee, ja. Ik kan niks over zeggen. Als je goed speelt, speelt je goed. Nee, hij viel in ieder geval niet tegen daarin. En dan heb je natuurlijk wel een andere tegenstander. Pek Zwolle, dan kan dat misschien nog. Maar ik ben wel benieuwd wat hij gaat doen tegen de wat grotere clubs. Of hij dat dan wel ook kan laten zien. Maar daar moet sowieso een rechtsback bij. Ja. Want je hebt er maar één. Ja, Dylan Edwards natuurlijk, maar goed. Over, rechtsback erbij en spelers erbij. Ja, het laatste nieuws wat eigenlijk kwam voordat wij de uitzending ingaan. Want ja, daar is hij dan. De nieuwe spits. Tada! Bonsai. Ja, de nieuwe spits komt uit Japan. Al vaker werd er wel gezegd dat ze ook bezig zijn met een speler in Japan. Kento Shiokai, denk ik dat je het zo zegt. Het is altijd weer afwachten natuurlijk. 19 jaar. Het is weer een jong talent. Hij is onderweg naar Nijmegen. En hij moet de strijd aangaan met Kogi. Nou, in ieder geval kunnen ze met elkaar Japans praten. Dat is wel heel fijn. Maar is dit de spits waar we op zaten te wachten, Harold? Ja, gewoon eerlijk. Je kijkt ik weet het niet. Ja. Maar goed, laat ik eerlijk zeggen. Ik ben blij verrast toen de tijd met Koki. Ik ben ook erg blij verrast met Sano. En als dit zo'nzelfde speler is die dat ook kan, dan mogen we er blij mee zijn. Hij heeft natuurlijk wel bij onder 19 in Japan gespeeld. Dus hij kan wel voetballen. Mm-hmm. Ik heb het aan wat... ik heb het op Twitter gevraagd Nuilende Nuilert of zoiets. Hè? En hij zegt dat het is een 9. Hij is balvast, heeft een goede vrije trap, kan goed schieten en we gaan het meemaken. Ja, ik heb hem hier ook. NEC Nuiler is het. Hij is goed bezig voor de toekomst, maar we willen komende jaren natuurlijk ook wel Eredivisie. Dat stelde hij dan ook wel weer bij. Nee, dat was weer iemand anders die dat zei. Dat was Wessel volgens mij. Ja, Wessel is ook vrij positief. Ja. Even kijken, waar heb ik die reactie? Het zijn er zoveel. Ja, slaat Carlos Albers niet door met het halen van talenten? Je wilt doelstelling top 8 waarmaken, dan moet je basisspelers halen en niet dit soort spelers. Wessel... Maar is het niet zo dat Sano bij ons kwam voetballen als 19-jarige en die stond er? Ja. Is het niet zo dat Kogi kwam voetballen en die stond er ook vrij snel? Ja, ja, maar Kodai was ook gehaald voor de toekomst. Nou, die toekomst die was er al heel snel, omdat hij zich ongelooflijk goed ontwikkelde. Ja. Deze jongen Kento, want Japanse spelers moet je vaak bij de voornaam aanspreken. Die is ook gehaald voor de toekomst, neem ik aan. En ik denk dat ze morgen niet wegdoen. Nee, als hij niet. Nee, maar ik denk dus dat ze deze jongen gewoon gaan optrainen. Totdat hij op een gegeven moment maar dat er is kan toch, staan. Maar dat is dan toch link? Want als je hem haalt voor de toekomst en Koki gebeurt iets. Kan Kento dan wel. Is die dan wel klaar? Dus moet er dan niet nog een spits bij? Ik denk dus dat er nog gewoon een spits bij komt. Dat lijkt mij logisch. Dat ze dan deze jongen erachter halen. Als derde spits. Talent, optrainer, ervaring laten opdoen. Hij kan bij Jong NEC spelen.
En dat er dan deze week nog een echte spits komt. Of een echte spits. Een type spits. Het is wel een echte vergelijkbaar spits, met Koki Ogawa bedoel ik dan. Ja, want zegt ook iemand van... het ging eerst over Sam Lammers. Van Sam Lammers naar deze Japanner is nogal een verschil. Dat zegt Mick van Maurik. Dat daarom denk ik wel ook dat er nog wel iemand komt. Ik weet het niet. We weten het toch niet. We kennen die jongen helemaal niet. Zo meteen staat hij de aankomende zaterdag tegen Fortuna en schopt hij de drie in. En wat zeggen we dan maandag? Ja, maar dat is toch zo. We weten het toch niet. Dan hebben we nog meer Japanse vlaggen, denk ik, in het stadion. Ja, en een sushi-restaurant in de Eendracht. Ja, we moeten het even afwachten. Jij zegt iemand in ieder geval die had beelden gezien en die zegt van nou, dat bevalt eigenlijk wel wat ik zie. Ja, wat hij zag, dat was goed. Ja. Ik heb het zelf niet gezien. Ik zou het echt niet weten wie... Maar wat voor niveau is dat? Daar zitten we dan naar te kijken. Nou ja, hij speelde bij Japan onder 19, dus dat is toch wel een redelijk niveau. Ja. Daar heeft hij 5 keer gescoord. Ja. Oké, Japan onder 19. En hij speelt nu met zijn team in de hoogste competitie van Japan. De J1 League. Oké. Dus ja. Hij zou wel kunnen ballen dan. Japanse spelers, we zien het wel steeds meer, hè? Dat daar echt wel kwaliteit in zit. Hè? Want ze zijn tegenwoordig gewild. Want volgens mij zijn meer ploegen op dit moment bezig met Japanners te halen. Ja, Japan is een beetje het nieuwe Brazilië. Hè? Iedereen wil daar spelers vandaan hebben. Ja. Dus, ik vind het goed. Carlos dat lijntje al uit en je kunt ze wegsnoepen nu al voordat de andere grote ploegen dat doen, dan doe je dat goed. Ja. Maar je zegt wel, Nick, er moet eigenlijk nog wel een naam bij. Er moet eigenlijk nog wel een grotere spits bij. Nou, hij komt. Wout Weghorst. Nee, maar even serieus. Mensen vragen dan Maurice namen. Nou, ik heb de afgelopen week, denk ik misschien wel, nou, als er 25 zijn, berichtjes heb gehad alleen maar over Wout Weghorst. Ja, wat zag ik nou ook? Op een gegeven moment had iemand van... Ja, Boadu, kunnen we die niet halen? Ja. Dat had ook iemand gereageerd. Ja, is dat nou een niveau wat we na willen streven bij NEC? Denk ik, ja, nou, als Boadu hier naartoe zou komen... Nou, die zou ik de fiets ophalen, hoor. Maar er waren accounts die melden dat Wout Weghorst al rond zou zijn met NEC. Mocht Ajax hem niet willen. Dat lijkt wel heel raar als je dat soort dingen gaat zeggen in de media. Nee, maar dat is toch allemaal bullshit. Ja, natuurlijk. Dat zie je toch ook met die Japanse spits nu. Dat bedoel, je haalt een spits voor om beter te worden uiteindelijk. Nou, we zullen daarna gekeken hebben, maar een Weghorst is 32 jaar, 7, 8 miljoen. Wat zou dat zo'n jongen dan kosten? Ja, zoiets. Daar niks van. Nee, dat is alleen de transfer. En dan krijg je ook nog zijn salaris. Want ik denk dat hij in Engeland best wel een leuk salaris verdient. En als Ajax al moeite heeft om hem eigenlijk binnen te halen, financieel gezien, dan denk ik niet dat NEC dat gaat lukken. We hebben het over. Weet je, ik kreeg net nog een appje. Maurice, wil je Wout Weghorst benoemen? Komt hij nou wel of niet? Is het serieus of niet? Dan kunnen we toch zeggen, jongens, nee, dat kan nooit serieus zijn. Nee, dat kan niet serieus zijn. En hoe dan morgen serieus wordt Dat is zo mooi, hè? Dat we dan allemaal morgen... geen Wout Weghorst. Maar wat zijn dan wel... Want we hebben het vorige week over Milan Smits gehad. Hè? Maar die gaat nu naar Go Ahead. Ook voor miljoen, hè? Ja, ik denk dat wij gewoon... ik denk dat het voorin op zich niet eens zo heel slecht is. Maar er komen geen ballen voorin. Dus als je ballen voorin wil hebben... dan moet je gewoon een goede 10 hebben. En als je een goede 10 hebt... een goede spelbepaler op 10... dan die kan de ballen geven. En dan heb je waarschijnlijk alweer veel meer diepgang. En dan heb je ook veel meer gevaar. En als Sandler terug is, dan weet je, en dan praten we over hele andere dingen dan dat het slecht was vandaag. Ja. Want dat zijn gewoon goede voetballers. Die hebben we gewoon. En Sandler is goed. Zet Schöne er dan in. Tijdelijk op 10. Begin daarmee. Ja, dat. Oké. Okay. Ik krijg nog een vraag binnen van Theo. En ook van Gerco trouwens. Michiel Kramer. Die zoekt ook een nieuwe club. Is dat niet iets van NEC dan? 8 doelpunten afgelopen seizoen? Nee. Nee, dan zeg ik al gelijk nee. En ik ben er ook nee. Hij is toch niet voor niets bij RKC ook op het tweede spoor, op een zijspoor beland. Ja, goed, maar Bas Dos was ook op het tweede spoor beland bij Utrecht, weet je? Nee. Oh. Nou ja, goed, Cillis is weg, dus het zou kunnen. Ja, maar anders was het wel. Ja, dat klopt, ja. Anders was het nog wel eens interessant geweest op de training. Dan dat zou gaan, ja. Dat zou gaan, ja. Nee, maar goed, ja, hij zoekt een nieuwe club, maar hij wordt al in verband gebracht met NAC Breda, volgens mij. Maar even voor mijn beeld, we hebben een 9, dat is Koki. Ja. Ja. Hij speelt met 18, oké, okay, maar dat is een 9. Positioneel, ja. En dat is in principe onze eerste spits. Nou, nu nog wel, ja. Als je daar toch een tweede spits neerzet, die Japaner dan, heb je toch gewoon een tweede spits. Het gaat erom dat we iemand hebben... Ja, maar wat is dit nou in één keer?
We willen toch juist... Maar ik zeg even terug naar die nummer 10 positie. Die is het belangrijkste, denk ik. Dat je die ballen in die 16 krijgt. Ja, maar ook gewoon de spits. Je kan toch niet zeggen dat we zo'n 19-jarige jongen als tweede spits erin gooien. Dan leren we dus niet van onze fouten. Want we hebben vorig jaar ook gehad eigenlijk dat we dan... Alleen Kokia, dat toen kwam eigenlijk Dost erbij. Want we hadden helemaal geen spits. Er moet gewoon een goede tweede spits staan. En dat is niet deze Kento, denk ik. Dat weet je toch niet? Ik weet daar ook niet hoor. Maar ik heb wel vertrouwen. Maar volgens jou, Harold, zeg je gewoon heel duidelijk van... het is leuke spits, maar we moeten gewoon eigenlijk nog... je noemt al eerder, je moet eigenlijk gewoon een goede nummer 10 hebben. Ja, maar die moeten sowieso bij. Ben ik het helemaal mee eens. Ja, maar en als je een goede 10 hebt... Maar daar zijn ze dus niet naar op zoek. Ja, dan hebben ze dus vertrouwen in Robert, Uwaisa of Sano. Ja. En we blikken natuurlijk ook altijd eventjes vooruit. We gaan even bellen met Falco Kremers van L1. Hij volgt Fortuna Sittard. Falco, goedenavond. Goedenavond, mannen. Hallo. Ja, volgens mij is de sfeer wel goed bij Fortuna op dit moment. Ja, eigenlijk wel. Er is een polonaise gelopen, maar wel een kleine polonaise hoor. Want natuurlijk, de eerste wedstrijden zijn gewonnen. Dus op zich staat de club er goed voor en heb je een uitstekende start. Maar er zijn ook wel kanttekeningen te maken. Het was met alle respect bij Go Ahead en tegen Almere City thuis. En Fortuna heeft op zich wel een goede start met een goede basiself. Maar daarachter is de spoeling ook best wel dun. Dus als er iets gebeurt qua blessures of schorsingen, dat ligt altijd op de loer, dan is Fortuna ook kwetsbaar. Maar je hebt gelijk, de start is prima en daar is men erg tevreden over, absoluut. En wat mij opviel, Falco, was tegen Go Ahead. Vooral zei Danny Buijs na afloop van... We zijn nog niet fit. Dat de selectie nog niet fit genoeg was. Hoe is dat nu? Ja, dat is eigenlijk nog wel steeds een beetje zo voor jullie beeld. Ze hebben 13 nieuwe spelers en er zijn er 17 vertrokken. Dus dat geeft aan een enorme wisseling. En veel van die spelers die Fortuna gehaald heeft, dat zijn toch vaak spelers of met een krasje of die bij andere clubs volgens mij niet heel veel gespeeld hebben. Sterker nog, Danny Buijs heeft gezegd, ze hebben nu dan NEC, dan hebben ze een week rust vanwege de interlandperiode en dan hebben ze NAC. En dan heeft eigenlijk Danny Buijs gezegd, dan begint de competitie voor mij pas echt, omdat je dan pas kunt zien, wie is er nog gekomen, want Fortuna aast nog op spelers in de laatste week, wie is er eventueel nog vertrokken. Maar inderdaad, die fitheid, dat is wel waar ze op dit moment erg aan werken en waar een hele hoop spelers toch nog een inslag te maken hebben. Dus het gaat de goede kant op en daarom is afgelopen week heel fijn geweest dat ze de wedstrijd bij Ajax niet hebben hoeven spelen. Maar goed, je moet door de week natuurlijk wel in september aan de bak. Dus uiteindelijk heft zich dat misschien ook alweer op. Maar voor Fortuna komt dat niet zo slecht uit dat ze afgelopen weekend niet in ieder geval in de Eredivisie hebben hoeven te spelen. Maar dat is toch eigenlijk best wel een gekke instelling dan van Danny Buijs. Dat hij zegt, na 4-5 speelrondes, dan begint het voor mij echt. Ja, ergens begrijp ik het en ergens ook weer niet. Dus je hebt gelijk. Je zou moeten verwachten vanaf de eerste kieden van moet je er staan. Alleen je weet bij clubs als Fortuna, waarin het budget sinds anderhalf jaar ook niet meer oneindig is. Moet je ook creatief zijn. Fortuna heeft gewoon een hele hoop spelers gehaald deze transferperiode. Die bij een club echt niet alles hebben gespeeld. En nu de basis die er staat is prima. De eerste 11, 12 spelers kunnen ze goed mee uit de voeten. Er staat er echt wel een degelijk Eredivisie aan het tal. Maar wat ik zeg, als dan spelers wegvallen, en daar doelt Buijs denk ik ook wel een beetje op. En dat ligt op de loer. Dan is Fortuna echt wel kwetsbaar. En hebben ze niet veel achter de hand op dit moment. Dus ze gokken echt deze week nog op wat versterkingen ook nog. Zijn jullie nog bang dat er spelers weggekaapt worden? Ja, bang. Aan de ene kant bang. En aan de andere kant, kijk, Fortuna is ook niet in de positie om, laten we als voorbeeld nemen, de smaakmaker van de eerste wedstrijd, Halilovic. Hij heeft vaak aangegeven dat hij weg wil. Maar er is niet echt heel een goed bod gekomen en een club waarvan hij zegt, dat wil ik graag. Maar hij zit in de laatste week, en het is een creatief aanvallende middenvelder, die zijn heel erg gewild als er een goed bod komt. En hij wil graag, dan gaat hij vertrekken. En dat geldt ook voor ex-NEC'er Rodrigo Goed. Dat zijn eigenlijk de twee spelers waar het meest over te doen is op dit moment qua uitgaande transfers. Maar goed, aan de andere kant, Fortuna kan het geld goed gebruiken en kan ook investeren. Dus natuurlijk, er zijn zorgen dat spelers vertrekken. Maar als er een goed bod komt, kan Fortuna dat eigenlijk gewoon niet weigeren. Goed, conditioneel heb je net al toegelicht. Zijn er nog andere blessuregevallen die deze week erbij zijn gekomen? Nee, ze hebben dus afgelopen weekend alleen een oefenwedstrijd gespeeld bij Genk. Dus ze hebben niet in de Eredivisie gespeeld. Dus ze hebben echt de tijd om spelers fit te laten worden. Dus als het goed is zaterdag, mits er op de training niks gebeurt, is iedereen erbij. Dan is het toch vooral op het moment, omdat Sierhuis, weten we, dat is eigenlijk de smaakmaker bij Fortuna van vorig jaar. Die is zeker tot februari, maart, is hij er niet. Dat geldt ook van Lesjo de Kroes. Dus het moet komen van nieuwe spelers. We hebben een nieuwe spits, bijvoorbeeld nu een jonge Fransman uit van het derde niveau in Frankrijk. Maar die verrast in het begin van de competitie. Dus die doet het goed.
Halilovic doet het boven verwachting goed, maar dat was vorig seizoen ook. Viel hij erg terug. De vraag is, kan hij dat ook de komende weken vasthouden bijvoorbeeld? Ja, voor de rest is het vooral nog even aftasten. Dus ik ben heel benieuwd zaterdag. Ik denk echt dat het een leuke wedstrijd kan worden. Ja, nou, ik denk dat het ploegen zijn die inderdaad elkaar voor elkaar niet onderdoen in de competitie. Dus het wordt een leuke wedstrijd. Falco, dankjewel voor jouw tijd weer en dat je dat wilde toelichten. En dan zien we elkaar zaterdag. Ongetwijfeld en goede reis, veel succes. En ook voor de rest van de competitie het allerbeste. Dankjewel, Falco. Dankjewel. Goed, ja, wat denken wij van de wedstrijd, Harold? Als je dit zo allemaal hoort. Fortuna vind ik een mooie ploeg. Eigenlijk altijd wel een leuke club gevonden. Maar goed, als ik ga kijken naar... ze hebben 2 wedstrijden gespeeld, 6 punten. Ik weet het niet. Ik zou het echt niet weten. 1-1? Ja, ik... Nee, laat ik het anders zeggen. Hun hebben goede verdediging en wij hebben geen spits. 0-0. Oh, dat wordt wel een hele zware wedstrijd dan. Ja, ik vond tegen PEC ook heel zwaar. Om te blijven zitten. Ja, nou ja, goed. Ik zit nou op de bank, dus nou vind ik het niet zo erg. Zef je naar iets anders weg? Nee, dat doen we niet. Nee. Nou, ja, in principe de wedstrijden tegen Fortuna zijn altijd wel leuke wedstrijden geweest. Ja. Maar op de ranglijst was NEC vaak wel beter dan Fortuna. En dat stond ons ook hoger. Vorig jaar liep natuurlijk alles wel. Toen hadden we ook scorend vermogen. En toen wisten we volgens mij uit ook niet te winnen. Thuis word je 4-1 uit 1-1. Ja. En dat was nog een hele taaie wedstrijd. Ja. Dus het is altijd wel een beetje lastig daar in Sittard. Ja, want we hebben daar de laatste 2 keer 1-1 gespeeld. En dan, de keer daarvoor hebben we wel volgens mij ruim 1-3 hebben we nog wel gewonnen. Ja. Maar dat jaar hebben we thuis verloren. Toen wij voor de play-offs speelden. Want toen daarmee bleven hun in de eredivisie. Jan Fleming, die de bal van de lijn haalde en doelpunt maakte. Nee. Goed, dan gaan we even vooruitblikken op de wedstrijd dus van zaterdag. Wat gaat het worden? Jij had het eigenlijk al een klein beetje verklapt, Arold. Jij denkt... Ik verklap niks, ik denk. Ja, jij denkt 0-0. Dat is geen verklappen, 0-0, ja. 0-0. Ja, 1-1. Ja. Je zei straks wat anders. Ja, nee, ik ben bijgedraaid. Oké. Okay. Nee, ik heb een beetje met het verhaal van de conditie mee laten slepen. 1-1. Wat doet zo'n podcast met je? Ja. 1-1? Ja, ik... Nee, niet weer. Ja, ik denk het toch. Oh. 1-2. Ja, dat vind ik niet erg. Als dat het is, dan kratjes paar. Ja? 6 punten. Ik durf hem gewoon te maken. 1-2. Ja. Dat zou heel mooi zijn. Ik hoop het zo. En dat Koki ook gaat scoren. Dat hij het doel dus vrij moet. Vol uitvakkie weer. Voordat we gaan afsluiten, nog één puntje wat ik... en één mooi puntje eigenlijk wat ik... want die hebben we eigenlijk helemaal niet... of wel even benoemd volgens mij in het begin. Toch mooi dingen wat ik zaterdag heb gezien. Dat was het afscheid van Bart van Rooij. Ja. Het afscheid wat hij verdient, toch? Zeker. Ja, Bart, jongen van de club. Ja. Fantastisch. Ja, zeker. Gun het hem, hoor. Ja. Ja, dat kwam natuurlijk afgelopen week ook naar buiten, maar dat zat er natuurlijk ook al wel aan te komen. Nee, het was mooi omdat het ook geen spektakelshow was. Het was gewoon mooi des NEC's. Des Bart. Des Bart, ja. Hij zegt niet zoveel, hè? Nee, maar dat hoeft ook niet, kijken, ze bedankt en tot ziens. Het waren 2 fantastische weken. Ja. Nee, maar het 17 is... 17 jaar, toch? 16 jaar heeft hij bij de club lang zat, ja. En dat merkte ik, want ik heb hem natuurlijk ook geïnterviewd. Het laatste interview wat ik heb gehad met Bart staat nu ook online. Dat kun je op YouTube even vinden, het uitgebreide interview. En ook raar, want ook Dirk, ja, die zei het bij mij ook in de uitzending. Van ja, ik keek even naar die stoel en dan is hij leeg. Ja. Is dat altijd zo je maatje is geweest? Ja. Zou hij daarom wat minder voetballen? Dat hij daarmee zit. Ja, zou kunnen. Misschien heeft hij daar wel. Ja, misschien heeft hij daar wel last van. Trouwen trekken wordt het nu. Ja. En we worden toch iets. We moeten iets inderdaad. Maar we hebben wel Pereira op zijn plek. Die deed goed. Ja. Ik wil je niet. Volgende week zijn we er weer. En volgende week hebben we een bijzondere gast. Ja, we hebben Jeffrey. Jeffrey Leverkabessi. Kijk, gaaf. Leuk. Ja, ik heb hem zondag of zaterdagavond gesproken tijdens de wedstrijd. Hij zei, ik ga daar geen 0 voor jou afkraken. Dus dat gaat hij doen. De laatste woorden, die geef ik aan Bart. Zijn jullie daarmee eens? Ja. Dan zeg ik vast tot volgende week. Bart, heel veel succes bij Twente. Yes, dankjewel Maurice. Dankjewel. Ik moet zeggen dat ik de interviews met jou zijn ook altijd leuk geweest. Je hebt leuke items gemaakt. En jij ook bedankt. Dankjewel Bart.